Dit is de wijk waar de Antwerpse hip-hop is begonnen. Ik wou als kind Madonna worden. Hoe is het begonnen? Dan moet ik teruggaan naar het jaar 2011. De mensen mij bezien als de patroonheilige van de wijk. Deze is waar dat dus de magie gebeurt. Dus voilà, toen was Slonzy van ons geboren.